Goede in levensbeschouwelijke bedachtzaamheid. Als je wil meten, je kan nooit conclusies trekken als je wil meten, als je niet twee momenten minimaal met elkaar vergelijkt. Ja. Dus bijvoorbeeld een rapport waarom dat maar één toets is verschenen of één cijfer dat teruggaat op één bepaald moment, dat is eigenlijk geen valabel rapport. Ja. Je moet als het ware, ik zou zeggen, meerdere momenten hebben waarop dat je als het ware met de dingen kunt meten. Ja. En leren is niet zozeer een product gegeven, maar het is vooral een proces gegeven dat alleen maar doorheen een longitudinaal, doorheen een bepaald tijdspanne kan geëvalueerd worden. En dat is nooit echt afleesbaar aan een rijtje punten. Hoe dan ook, indien het haalbaar is, is het heel erg van belang dat u met uw leerlingen communiceert en dat u probeert om in de mate van het mogelijke feedback te geven over waar zij levensbeschouwelijk staan. Daar kom ik straks ook nog op terug. Maar wij zitten in een overwegend summatieve evaluatiecultuur. Hè. Dus summatief, dat weet u, dat is een in punten uitgedrukt oordeel aan het einde van een bepaald leerstofonderdeel. Er is een bepaald leerstofonderdeel geweest, er wordt een toets gedaan en daar zijn de punten. Hè. En eigenlijk zou het van belang zijn dat wij meer en meer leren denken aan het geven van feedback in de loop van het leerproces zelf, wat we formatieve evaluatie noemen, namelijk feedback, met de bedoeling om de leerling bij te sturen omdat haar kennis of zijn vaardigheid nog een stuk onvolmaakt is. Een geëvalueerde is voor haar eigen welbevinden waarschijnlijk altijd beter af en meer gediend met een kwalitatieve feedback gedurende een leerproces dan met taxatie doorheen cijfers. Maar in hoofden van de leerlingen wordt dat lang niet altijd zo gezien. Staan daar punten op? Dat is een vraag die je toch heel vaak krijgt. Summatief, ik wil daar niet te negatief over doen, dat heeft ook zijn waarde. Wanneer bijvoorbeeld leerlingen, ik zou zeggen eerder verbaal, niet al te sterk zijn, dan kan juist een summatieve toetscultuur of een summatieve toets die leerlingen recht doen.